Yo, welkom weer in een nieuwe video. We gaan het vandaag hebben over calorie challenges. Het is vandaag de dag helemaal in de mode om 10, 20, 30.000 calorieën te eten. Maar vroeger had je de echte video's. Back it in the teen burgers, the middle child. Take it all to the next more bacon chips. Maar als je dat vandaag wilt zien, ben je helaas bij de verkeerde video's. Zoals je weet, doen we op dit kanaal niet aan onzin. Als je op deze video hebt geklikt, wil je vast weten hoeveel je aankomt of hoeveel je afvalt door een calorie challenge. Daar gaan we het vandaag over hebben. Natuurlijk direct na de intro. Komt-ie! Ik zou in deze video mezelf als voorbeeld nemen. Ik eet iedere dag 4000 calorieën. Eigenlijk 4200, daar kom ik iets mee aan. Met 4000 calorieën kom ik niet aan, val ik niet af. Dit zijn dus precies het aantal calorieën wat ik nodig heb om simpelweg op gewicht te blijven. Als dus mijn doelstelling een calorie challenge zou zijn, en stel je voor ik ben een bodybuilder en ik wil er goed uitzien, dan is natuurlijk mijn doel om 10.000 calorieën te eten zonder dat ik vet aankom, spiermassa verlies, noem maar op. Dus ik ga dat een beetje tactisch aanpakken. Ik ga dag 1 2000 calorieën eten. Dag 2 ga ik de challenge doen van 10.000 calorieën. En dag 3 gaan we nog eens een keer een beetje minder eten door 2000 calorieën nogmaals te eten. Dat komt er neer op 14.000 calorieën in 3 dagen. En dat komt weer overeen met 4.666 calorieën per dag. Ik eet dus in 3 dagen 3 keer 666 calorieën te veel. Dit heb ik nodig om op gewicht te blijven, om niet aan te komen en niet af te vallen. En hier zit ik dus net iets overeen met 666 calorieën. Uit onderzoek weten wij dat we 9000 calorieën te veel moeten eten om een kilo spier of een kilo vet aan te komen. Je mag hem narekenen, ik ga niet heel de formule narekenen voor je. Maar als je dus 3 keer 666 doet, kom je neer op ongeveer 2000. En dat staat dus gelijk, 2000 calorieën, dat staat dus gelijk aan 222 gram vet of spiermassa, mits ik aan het trainen ben. Wat ik aankom in die dagen, dus ik kom ongeveer 200 gram aan. Maar we zijn er nog niet. Als jullie vaker naar dit kanaal hebben gekeken, weten jullie dat er zoiets bestaat als het thermisch effect van eten, het thermisch effect van voeding. Dat wil zeggen dat, stel je voor, ik eet 100 calorieën van een bepaald product. Ik eet een boterham van 100 calorieën, die stop ik in mijn lichaam. Ik blijf voor de rest gewoon stilzitten. Dan moet mijn lichaam natuurlijk gaan werken, mijn spijsvertering gaat werken en die zorgt dat die boterham wordt verwerkt. Dat kost energie. Dus ik neem niet direct 100 calorieën op. Het zijn een beetje gemiddelde waardes, maar ik heb een gemiddelde genomen. Bij de eiwitten is dit 25%. Dus als ik 100 calorieën aan eiwitten eet, dan sla ik eigenlijk maar 75 calorieën op, want de rest laat de motor draaien. En voor de vetten en de koolhydraten is dit 10%. Dus voor elke 100 calorieën die ik opeet, sla ik maar 90 calorieën op. Oké, hou vol. Laatste berekening, we zijn er bijna. 8, 45, 90, 45. And more digits beyond there. Oké, so a bunch of nice numbers. Er staat nu een andere berekening op het bord achter mij. We zijn er net achter gekomen dat we 222 gram vet of spiermassa, of verdeeld, binnenkrijgen als we 14.000 calorieën eten, of verdeeld over 3 dagen. Ik dan. Dat zal mijn lichaam aanhouden. Dus we hebben als richtlijn weer 14.000. Dit eten wij in 3 dagen. Ik heb even een aanname gemaakt. Stel je voor we verdelen die 14.000 calorieën en we eten 40% vet, 30% eiwit en 30% koolhydraten. Dat betekent dus dat ik 5600 calorieën aan vet binnenkrijgt, 4200 aan eiwitten en 2200 aan calorieën. 4200 aan koolhydraten, die bij totaal opgeteld maken 14.000. Maar we hebben het net ook gehad over het thermisch effect van voeding. Van die 5600 calorieën die ik binnenkrijg, krijg ik eigenlijk maar echt 4200 calorieën binnen. Nou, bij de eiwitten en koolhydraten is dit 3780. En al met al, van de 14.000 calorieën die ik eigenlijk eet, krijg ik er maar 11.760 binnen, verdeeld over 3 dagen. Als ik dat dus
deel door 3 dagen betekent dit dat ik 3920 calorieën per dag binnenkrijg. Zoals jullie weten, heb ik net gezegd, ik eet 4000 calorieën per dag. Daarmee kom ik niet aan, val ik niet af. Hiermee zou ik dus net aan iets afvallen. Ik kom dus geen 222 gram aan. Het is dat wij in deze ruimte en in deze sportschool een hekel hebben aan cardio. Maar zou ik op een gegeven moment echt een kronkel in mijn kop krijgen en ineens besluiten van... Weet je wat, Raymond? Misschien ga ik die 3 dagen ook nog eens een keer 3 keer hardlopen. En ik verbrand 3 keer 600 calorieën. Dan zou ik dus 3320 calorieën binnenkrijgen. Dat is dus bijna 700 calorieën per dag onder mijn onderhoud. Ik zou dus dik afvallen als ik een calorie-challenge doe. En zo werkt het. Dit was Raymond Schultz, totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.